En wij gaan weer door, dames en heren, met ons knoppenspel. Onze volgende gast, na dit heerlijke lied, is iemand... Ja, we weten alles van hem. We weten werkelijk alles van hem. En wat we nog niet van hem wisten, dat is dan onlangs nog verschenen in een boek. Hier is Albert Mol. En dan toch zo dodelijk bescheiden blijven, hè? Ach, ja, ja, nou, ja, doet je wel wat, hè? Je bent hier kennelijk. Wat heb ik? 50 ingedrukt. Ik heb per ongeluk nummer 53 ingedrukt. Oh, wat een ellende. We hebben notaris achter... Wat leuk, hè, dat er iets misging. De... 53 is dus al ingedrukt. Jij mag er straks nog maar 9 indrukken. 9? Ja, maar nee, niet nummer 9. Dat is... Nee, hij mag er straks nog maar... Goed, dankjewel. Oh, wat prima zo'n notaris. Albert, ja. Een heleboel korte vragen. Ja. Je boek, loopt dat goed? Dat, ja, dat men is nieuwsgierig naar wat ze nog niet van me weten. Zou dat veel... je schilderijen, hangen die ergens? Die hangen nu in een hele kleine galerij. Er was geen plaats voor meer. En ik ga toch maar weer terug naar de garages en naar de meubelzaken. Ja, ik pas wel leuk in het slaaphoekie. Ja. Wie van de drie, hoe lang is dat nu al? Dat is 10 jaar geleden dat ik ermee begon. Heb je er nog niet genoeg van eigenlijk? Nou, ze moeten me uit het oude vandaaghuis sleuren om ermee door te gaan, ik zweer het je. Je vindt het zo leuk? Ik vind het enig, ja, ja, ik vind het leuk. Doe je dat ook nog op de snabbeltour? Ja, nou, snabbeltour, niet ordinair worden dat tegen. Neem me niet kwalijk. Ja, dat doet ze vaak hoor, als ik niks terug kan zeggen. Nou nee, dat is vaak in huizen voor oude vandaag. Hè. En dan doe ik de, wie is de echte telefonist of wie is de echte directeur. Maar ik heb dus ook dat de mensen dat zelf doen. Ik had laatst een leraar van 92 en een brugwachteres van 83 en een oude tramconducteur van 95. Ja. En die hebben daar Jolijt aan, die vinden dat leuk. Ja. Nu zit je hier in een programma waarvan de baten allemaal gaan naar de gehandicapte sport. Nou wil ik het best eens even 1 seconde met jou hebben over sport. Ben jij eigenlijk iemand die aan sport doet? Ja. Wat zal ik daarop zeggen? Nou, je zal verbaasd staan. Ik was kampioen enkel speler in tennis. Geheel alleen tegen de kerkmuur op kostschool. Ja. Zwemmen, kan je dat? Ik heb zelfs een diploma reddingswezen. Dus als je erin springt, dan haal ik je eruit. Niet vragen hoe. Fietsen? Nee, nou, ik heb gefietst vroeger op de AVA van de afbetaling. Ik was links... Ja, in mijn jeugd had ik een AVA, op afbetaling. Wat is dat, een AVA? Dat was een fiets uit mijn jeugd. En dan, toen ik 10 was en weer gezakt was, toen vonden ze het toch naar om die laatste 2 jaar niet te vergoeden. En toen hebben ze er toch maar eentje gekocht. Een AVA, ja. En nu hebben we een KVA. Ik bestaat niet meer. Ja. Wat heb ik nog? Ik was links buiten in het hockeyteam. Maar voetballen? Nee, daar had ik geen benen voor. Nee. Ik vrees dat ze mijn lucifershoutjes niet gezien hadden. Ik was niet kampioen, maar ik heb nog paardrijden met hindernissen gedaan. Tot er een paard van me, van dat onder mij zat en met mij vandoor ging door de bossen. Het was net ei van ho. En ze riepen appie ho, maar dat mocht niet baten. Ik heb er 2 uur op gezeten. Paard heette Betsy. Was een vurige vossin. En die wou mij ontvoeren. Het is niet tot nadere kennismaking gekomen, helaas. Nou, daar hebben ze me toen afgehaald na 2 uur. Dat was iets met dit. En toen heb ik dat maar vaarwel gezegd. En voor de rest, nee. Nou, mag ik jou dan nu vragen om een sportieve prestatie te leveren, ja, door 9 knoppen nog maar in, ja, te drukken. Hè? Want kijk, alles wat knippert, ja, dat, daar mag je dus eens niet aankomen. Dat heb ik al mijn hele leven lang niet gedaan. Wacht even. Yes. Rustig, 9 knoppen, dames en heren, daar gaan we. Wacht even, 75, 36, 20, 17,
5. Met de tel kwijt. Nee, ik niet. 5 was dat. 81. Wat deed je nou? Ja, 6. Doe eens wat. 18. En nu nog 1, Albert. 14. En je hebt vast iemand gelukkig gemaakt, maar ik weet niet wie. Ik hoop. In ieder geval ons allemaal dat je vanavond gekomen bent. Dag. Succes. Daar zit alweer iemand die gelukkig is.